welkom weer bij een nieuwe video. En ja, ik ben eindelijk back. Het was echt heel lang geleden. I'm so sorry. Ik was gewoon echt super druk en ik was niet echt in de mood om video's te maken. Anyways, I'm back on track. Vandaag is het nieuw koken met Ro. Laten we beginnen. En als je denkt, Ro, waarom heb je deze roos op tafel? Ik was naar de markt geweest. Ik heb super veel gekocht. En ook deze super pretty flowers. Look, they're pink. Het enige dingetje is, ik dacht dat ik een vaas had. Hij is verdwenen. Dus ja, deze hebben dus geen water. Anyways, dus ik ga ze gewoon op tafel eventjes leggen. En dan ga ik ze daarna in een beker doen. Ik heb laatst dit boek gekocht. Het heet Super Bowls, gezond en in balans. En daaruit heb ik vandaag mijn inspiratie gehaald. Ik ga een bol maken met rijst. Trouwens, wacht. Wie appt mij? Oké, wat heb je nou eigenlijk nodig? Rijst, peterselie, een... Oh my god. Een paprika, dat ging niet helemaal volgens plan. Ik heb hem gewassen. Knoflook, wat snijbonen, een hot pepper. En natuurlijk vis, het is kabeljauw. Nom. Laten we beginnen. Ik weet niet of je nog weet van de vorige keer, maar vorige keer had ik dus rijst gemaakt. Dat mislukte een klein beetje. Dus als je dat nog niet hebt gezien, link je het hieronder in de beschrijving. Vandaag gaan we een tweede poging doen, want het moet met rijst. Let's hope. Weet je wat ik gewoon moet hebben? Zo'n rijstkoker. Maar ja, wie heeft er een manton? Raise your hands. It's me. Oh shit, verkeerde. Het gaat gewoon nu al mis. Het water is aan het koken. Dan eerst even de sperziebonen wassen en snijden. Wassen is very good because there are many bacteries in this thingy. Oké, nee, ik doe even mijn haar gewoon vast, want ik wil geen haar in mijn... Ik wil even zeggen, geen eten in mijn haar. Geen haar in mijn eten. Aruba was trouwens echt mega leuk. Daar komen sowieso nog video's online, dus op mijn kanaal en op Skills kanaal. Dus als je die wil zien... Stay tuned. Ik ga nu de ding snijden, want anders gaat het weer goed komen. Hoe maak je dit eigenlijk? Volgens mij kan ik ze of in water doen of gewoon in een wokpan. Google is your best friend. Snijbonen maken. Je kan ze dus koken of bakken. We gaan ze bakken, want het wordt dus een bol. Een beetje een exotische, frisse bol. Lekkerder als je er knoflook bij doet, dan is het extra smaak. Dit verloopt echt zo soepel. Met wie zou ik de volgende kook met room moeten doen? Zet het even hieronder in de comments. Ik heb het zo koud hier. In Aruba was het heel de tijd 28 graden. En hier is het echt, oh my god, zo koud. I wanna go back. Knoflookje de bie. Ik heb dus een nieuwe wokpan. It's really pretty. Deze ga je hier verplaatsen. Oh boy. Ik heb net een peterselie erbij gedaan. En ik ga nu de spiciness eraan toevoegen. Een beetje hete peper. Look at this. Dit gaat in de wok met de vis. Oh ja! Help. Het feels so hard. Oh my god. Doe één mens. Stop. Zet je kookplaat niet aan. We moeten even een timer zetten voor de rijst. Paprika. Paprika is echt leven. Echt leven. De fish. Fine. It's okay. Wat voor saus? Daar heb ik niet over nagedacht. Whisky saus. Mijn eigen whisky saus maakt het echt mega makkelijk om te doen. Echt mega makkelijk. Je hebt daarvoor ketchup nodig, mayonaise. Heel klein beetje whisky. Niet heel die fles erin gaan gooien. En dan zout, peper en een beetje kruiden. De rijst is goed. De rijst is goed. Paniek. Panic. Alles gaat goed hier. Oh ja, daar komt echt veel uit, hoor. Doe het. Man, ik heb babykracht. Wat? Beetje mayo. Is deze nog wel goed? Een beetje whisky saus. Ik heb geen kleinere lepel. Ondertussen moet je wel op shit letten. Voor mij is die rijst gelukt. Victory dance. Op een gegeven moment krijg je dus zo'n kleurtje. Dan doe je pepper in. A bit of salt. I need to open a restaurant. I'm telling you. Ik zei dat het een bol was, maar ik heb dus geen bol. Dus ik heb zo'n vierkante bol. Hij is gewoon gelukt. It smells so good. No, what am I doing? Mijn dinner is ready. Look at these.
heb echt zo zin om te eten. Als je deze video leuk vond, dan vooral een blauw duimpje omhoog. En met wie ik de volgende Koken met Dromen doe, let me know. Ik ga lekker eten. Ik spreek jullie weer in een nieuwe video. Doei!